Good morning bros en hoes, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben fucked up, ouwe. Ik ben gisteren uit geweest. In de vlog van gisteren zei ik, waarschijnlijk ben ik morgen moe. Ja, nou dat klopt aardig. Ik ben aardig brak. Sinds dat ik dagelijks vlog ga ik natuurlijk heel weinig uit, dat weten jullie. En ja, als je dan een paar biertjes drinkt en je wordt de volgende ochtend wakker, dan zeg je maag... Ik heb niet gespuugd of zo, maar ik bedoel, je voelt gewoon dat het alcoholvergif is. Ik heb het in ieder geval heel gezellig gehad. Ik heb met heel veel vrienden gepraat. Ik heb lekker gedanst, lekker gek gedaan. En ja, nieuwe vrienden gemaakt eigenlijk ook nog een beetje. Maar in ieder geval, dezelfde matties met wie ik gisteren aan het stappen was. Een paar daarvan gaan we met z'n allen naar de KFC of naar de Mac of zo. Iedereen heeft zin in een lekkere vette hap. Dus we gaan even lekker vol chappen. En ik hoor al de eerste voor de deur staan. Fucking niet meer al. Wil je blok dan? Ik ben fucked up. 3, 2, 1, panzer, vuist. Leef je nog een beetje? Nee. Nee, iedereen zegt dood. Weet je hoe mijn darmen vanochtend klonken? Zo. Oh. Ik heb zitten schijten. Oh. En toen kwam hij weer terug en toen stonk hij gewoon, het hele lichaam stonk gewoon naar schijt. Omdat het erin was getrokken. De geur van de poep was in mijn huid getrokken, omdat ik zo lang niet had doorgetrokken en nog op mijn telefoon zat. Wat is er voor? Jongens, ik zie net dat de intro zwaar overbelicht is. Sorry. Ik had de verkeerde instellingen aanstaan. In ieder geval, ik ga even Bente wegbrengen. Die is trouwens blijven slapen. En dan gaan we nog een vriend ophalen. En dan gaan we met z'n vieren gaan we lekker een vette hap halen. Een vette hap. Zij vinden een vette hap heel apart klinken. Maar ja, dat is gewoon lekker. Rick! Mermut! Ja, daar is die. Daar is die. Hey. Oh, chef. Leef jij nog wel? Ik denk het niet. Nee? Zal ja, te zien ook trouwens, jezus. Jongens, een tunneltje! Lijp. Voel me gelijk beter. Dit is niet goed voor Mermes en gesteld, denk ik. Nee. Ja, zeker niet. Even een keer wat anders dan de Mac, jongens. Holy shit, Panzer en ik hebben een bucket genomen, een family. Meal of zo, family bucket. Deze gasten hebben gewoon normaal genomen, maar Wessel en ik hebben, of Panzer en ik hebben veel te veel. Zo, dat hadden we echt even nodig, jongen. We voelen ons even een stukje beter. Vooral hij inderdaad. Hij voelt zich echt helemaal naar de getver. Hoor dan. We zitten bij Schiphol. Ik knijp veel vliegtuigen hier. Wat doe ik? Ik doe niks. Wat doe jij? Barven. Barven? Nou, waarschijnlijk straks. Voelen jullie allemaal een beetje beter, jongens? Anders ik wel. Wat een enthousiasme. Vanaf mijn kop er zo even. Ga je vanavond gewoon weer verder? Tuurlijk. Morgen ook vrijwilligers. Er is een festival bij ons in het dorp en dat duurt 3 dagen. Nou, jij zou morgen dan wel helemaal kort af zijn. Ik heb de afgelopen week nog geen dag gehad. Kijk, geen bier dit doet dus alcohol, jongens, met je lichaam. Ja. Je hebt een beetje verbal ervan. Dat houdt in dat je traag reageert. Haraya heert! Ik zou zeggen, begin niet aan alcohol. Het is echt. Als je er geen interesse in hebt, dan moet je het ook absoluut gewoon niet doen. Ofwel. Laten dwingen, groepsdruk. Oh, what the fuck. Je lichaam geeft letterlijk aan: ik voel me kut, het is vergif. En wat doet iedereen? Hey! Ja, en als je dan zegt: ik ga dit nooit meer doen, ik voel me zo kut. Dan na een week of. Dat zeg ik nooit, want daar hou ik me toch niet aan. Dan gaat het maar weer door. We hebben hier even een goede tunnel gevonden, dames en heren. Dat is toch weer 30 seconden content. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Wat de content. What the fuck? Mermut! Oh! Holy fuck, dude. Mer! Oh mijn god! What the fuck, maat! Daar gaat je keer zien, bro! Kijk. Kom op mijn stukjes! Kijk al die mijn stukjes! Hey, kijk al dat mais! We hebben net mais gegeten, allemaal mais! Volgend jaar staan, kan je hier oogsten, Mer. Kan je je eten weer opnieuw eten. Die ging even heel lekker over zijn nek. Ik had een paar keer opgetrokken. En ja, hij was al brak. En ik legde mijn camera neer op de stoel. Ik dacht, ik film gewoon even voor de grap. Ik wilde het eigenlijk niet gebruiken. Ik zei ook helemaal niks. En we zitten in de auto nadat hij gekotst had. En hij zegt, je mag het best gebruiken als je wil. Ik zo, wat? Waarschijnlijk heb ik het wel geblurred, want
Kots is vies. In ieder geval, zo brak was ik en de rest van de vrienden niet. Dus dat is fijn. Ja jongens, ik zou zo lang mogelijk niet met alcohol beginnen. Maar ja, zo is het leven. Zo werkt de wereld van uitgaan. In ieder geval, ik zat lekker op de bank. Ik zat De 100 te kijken. Een goede serie op Netflix. Heb ik al heel lang niet gedaan. Serie kijken. Maar er waren nieuwe afleveringen van deze serie. En die heb ik nog niet gezien. Dus ik dacht, ik ga even gewoon even chillen. Al mijn vrienden zijn weer naar dat festival gegaan. En mijn ouders zijn er zelfs. Mijn hele familie is er. Maar ik ben echt... Ik moet mijn rust pakken. Want ik moet natuurlijk gewoon elke dag vloggen. Dus als ik nu zou gaan, heb ik echt het gevoel, dan heb ik echt 2 dagen geen energie meer. Ook al zit iedereen daar, ik heb besloten niet te gaan. Want dan ben ik gewoon zo dood en moe. Daar heb ik echt geen zin in. Ik vind het eigenlijk wel lekker even serie kijken. Of een filmpje. Want ja, daar heb ik bijna nooit tijd voor natuurlijk. Dus ik ga weer lekker zitten. Ik zet met mijn telefoon lekker de Chromecast weer aan. En dan ga ik lekker Netflix streamen. Ik heb serie gekeken. Ik heb de Dagu uitgelaten. En ik heb nog maar 1 hersencel die nog functioneert. En met die ene hersencel ga ik de vlog afsluiten. De rest slaapt al. En 1 hersencel is dan nog wakker. Ik heb ontzettend veel zin in morgen. Morgen ga ik met Mees samen vanuit Mees' woonplaats, Zeist. Dat is bij Utrecht. Gaan we samen de headset weggeven. De headset die ik al zo lang geleden zou weggeven. Morgen gaat het gebeuren. Mees en ik gaan samen op pad. We geven de headset weg. Het kan iemand uit Friesland zijn, iemand uit Limburg. Gewoon iemand die het geld niet heeft of die gewoon de gelukkige is. Het liefst hoop ik dat iemand wint die het echt nodig heeft. Die echt geen headset kan betalen. Maar ja, een random iemand gaat gewoon winnen. En dan gaan Mees en ik naar diegene toe rijden. En dan gaan we diegene verrassen met de headset en een rondje mee in mijn auto. Dus ik verheug me op morgen. Ik ga mijn tandjes poetsen en dan ga ik lekker naar bed. Morgenochtend sta ik normale tijd op. Ga ik lekker editen. En dan rond een uurtje of 12 ga ik naar Mees toe rijden. Dan ben ik 1 uur bij Mees. En dan gaat het avontuur beginnen morgen. Dus ik hoop dat jullie er morgen bij zijn om 5 uur. Ik hoop dat het heel leuk gaat worden. Ik denk ook dat het heel leuk gaat worden. Voor de zekerheid even afkloppen. Dames en heren, ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Hey Mer, gelukkig heb ik nog wat kip bewaard. Hier, kan je weer eten.